Topsport is discipline, pijn lijden, alles opgeven, gepaard met een lach en een traan. Ik wil het snappen, ik wil het voelen. En dus stap ik in het leven van 6 Olympische sporters. Ik volg ze 1 dag tijdens hun training, op weg naar Londen. Ze dagen mij uit, net zoals ze zichzelf uitdagen, voor die ene gouden plak. Goedemorgen Carrie. Vandaag ga ik leren handboog schieten. En de challenge wordt 30 meter om op 30 meter punten te scoren. Gaat helemaal goed komen toch? Oh, nee. Zo, de dag gaat beginnen. Waar gaan we nu ontbijten, Mitch? Wij gaan ontbijten in het hotel en congrescentrum van Papendal. Dus jij gaat uit ontbijten? Ja, klopt. Dat is, een sporter moet natuurlijk wel goed eten, dus het is belangrijk dat we fatsoenlijk en vooral gezond gaan eten. Maar wat luxe. Je smeert dus 's ochtends nooit je eigen boterham. Nou, mijn boterham smeer ik zelf nog wel. Zo luxe is het ook niet, maar dat... Over het algemeen moet ik gewoon zelf alles doen, ja. En doen ze ook aan roomservice hier, of niet? Nee, helaas. Nee? Dat zit er niet in, helaas. Het ziet er wel heel huiselijk uit hier met alle schoentjes zo op de gang. Want dit is een sporthotel. Ja, klopt. Hoeveel sporters wonen hier? Ja, ruim 100 sporters zitten hier. Zoals je kan zien, overal met een paar verschillende soorten schoenen. Met sportschoentjes, normale schoentjes, van alles en nog wat, ja. Klopt. En is dat dan handboogschutters bij de handboogschutters? Ja. Of wordt het allemaal door elkaar? Ja, dus over het algemeen zit het wel redelijk bij elkaar. Er zijn natuurlijk een paar uitschieters waar dat er geen plek is. Maar het is eigenlijk per gang is het wel per sport, ja. Klopt. En is het mannen en vrouwen gescheiden? Of wonen er toevallig een paar leuke hockeymeisjes omhoog? Nou, het zit wel een handbalteam. Maar het is wel allemaal gescheiden, ja. Dat is, ja, dat doen ze dat, bewust? Ja, dat doen ze denk ik wel bewust, ja. Klopt. Hebben jullie wel veel contact onderling met elkaar? Ja, er zijn op elke verdieping een huiskamer. En hier is een hele grote huiskamer en daar zit je s'avonds wel eens bij elkaar, ja. Oké, want jongens en meiden gescheiden. Ja, maar, klopt. Maar ik zie hier wel iets belangrijks. Ja, dat, of dat die gebruikt wordt, door mij niet in ieder geval. Maar ik weet niet wat mijn andere medesporters doen. Zou je aan hun moeten vragen. Je kan nooit voorzichtig genoeg nee, zijn, dat hè? Dat klopt. Ja. Zo luxe is het niet. Nee? En zo gaat het ook niet worden. Je moet gewoon zelf een bakje yoghurt pakken. Hé, maar een bakje yoghurt, daar kun je toch niet op leven als topsporter? Nee, dat klopt. Maar daar zit ook nog wat krusli en wat ananas bij. En het is ook tussendoor eet ik ook nog wel wat. Oh, dat is, het is niet alleen meer. Maar ben jij heel erg bewust bezig met voeding of niet? Nou ja, ik ben natuurlijk anders bezig dan met sporten waarbij je echt op je gewicht moet letten. Maar het is wel zo dat ik gezond wil eten, ja. Ik denk wel dat gezond eten het beste in schieten naar boven haalt. Maar op zich zou je natuurlijk met een buikje prima kunnen schieten. Dat niet? Zou kunnen, ja, maar het is je wel... Je zou eigenlijk gewoon een heel lekker leven kunnen leiden. Ja, het zou kunnen. En dat soort dingen. Ja, maar het is wel zo als we verre reizen hebben met heel veel tijdsverschil, dan moet je natuurlijk wel een goede conditie hebben. Als je een goede conditie hebt, dan valt jetlag op zich wel mee. En een glaasje melk pak ik erbij. Ik weet niet wat jij... Die sla ik even over. Oké. Okay. Je kunt trouwens ook gewoon een lekker wijntje erbij nemen, hè? Ja, dat zou ik kunnen doen, maar als sporter hoort dat er niet helemaal bij, vind ik. Dus, drink jij überhaupt of niet? Nee, ja, ik drink melk, drink ik, maar... Helemaal geen alcohol? Nee, geen alcohol, nee. Ook niet soms in het weekend? Nee, niet in het weekend. Ik vind zelf dat het er niet bij hoort. Ze zeggen dat het af en toe een glaasje wel mag, maar ik doe niet aan alcohol. Zo, knap. Maar, want je bent een jonge jongen. Hoe oud ben je? Ja, ik ben 19 jaar. Dus dat is, de meeste 19-jarigen die gaan het studeren weekend, en die gaan het weekend natuurlijk gewoon ja, helemaal klopt. Los. Nou ja, dat is een keuze die je maakt, maar ik woon vanaf mijn 16e hier, dus ik ben
En vanaf mijn 14e doe ik mee, of zit ik eigenlijk in Jong Oranje. Dus ik ben wel redelijk gewend om niet te drinken. Hey, en vanaf je 16e woon je dus al hier? Dus dan ben je heel jong uit huis gegaan. Vond je dat niet lastig? Ja, het is wel wennen. Maar het is hier gewoon op Papendal word je zo goed begeleid. Het is echt... ik denk als je gewoon ergens op 16 jaar ergens in huis wordt gedumpt, dan is het lastig. Maar hier is zo'n goede begeleiding van de coach, maar ook van de life skill coaches en eigenlijk van alles. Wat is dat, life skill coaches? Zijn eigenlijk soort de moeders van Papendal zou je kunnen noemen. Daar kan je gewoon één keer in een paar weken ga je er naartoe om te praten hoe het gaat en hoe je je voelt en zo. Dus dat is... Die helpen je met alles. Of en met daar breng je ook de was naartoe? Of? Nee, dat helaas niet. Dat moet ik zelf doen. Dus, Maar als je dus een keer ergens mee zit bijvoorbeeld, dan kan je daar wel naartoe? Ja. Als je gewoon of met de training of privé of wat dan ook, je kan je gewoon daar terecht. En we hebben nog een studie-intermediair voor alles met school, als je iets met school wil regelen. Je hebt eigenlijk gewoon een hartstikke mooi leven nu, toch? Ja, ik denk dat ik zeker bevoorrecht ben met zo'n leven. Hm. Ja, dat is fijn. Ik vraag te veel, hè? Dan kun je niet eten. Nou ja, niet te veel, hoor. Dat, dus, okay, dat is dan weer een nadeel als je met een vrouw gaat ontbijten, hè? Ja, nou ja, dat weet ik niet of het een nadeel is. Dat kan ook misschien weer een voordeel zijn. Dank, dat vat ik op als een compliment. Ja. Ik laat je wel even eten, goed? Oké. Zo, ontbijt zit erin. Dag kan beginnen. Ja. Kan jij mij nog even een rondleiding geven hier? Geen probleem. Leuk. Doe. Dit is de huiskamer waar we s'avonds ontspannen en af en toe een spelletje spelen op de PlayStation. En natuurlijk tv kijken. Ah, chills. En dit is de pitch- en poepbaan. Hier golven af en toe als ontspanning. Als we natuurlijk geen belangrijke wedstrijden hebben in de buurt. Chic. Dus. En dit is de fysiotherapie. Hier worden we helemaal opgelapt door de professionals als we geblesseerd zijn. Mm-hmm. Prettig. En hier loop ik stage eigenlijk gemiddeld 15 uurtjes in de week om toch mijn studie ook een beetje op orde te houden. En wat voor afdeling is dit? Dit is Sportcentrum Papendal, dus die houdt zich bezig met alles te doen waar ik gebruik van maak van alle sportfaciliteiten. Handig. Nou, aan het werk, meneer Dielemans. Ja, en dit zijn alle sporthallen. En hier is de taekwondohal. Daarachter is de boksring. Oké. En hier gaan we de challenge beginnen, het krachthonk. Ik heb een matje klaargelegd. En eigenlijk met het handboogschieten, dat zal je straks ook wel merken. Het is gewoon als je staat, je romp moet heel gestabiliseerd zijn. Anders dan ga je helemaal bewegen en dan... Ja, dan sta je natuurlijk niet recht, maar er is wind en van alles en nog wat. Daardoor doen we best veel romptraining. En proberen ver omhoog te komen, niet alleen je rug. Zo? Zo, ja, goed zo. Dat valt mee. Dus, Skit ik altijd een sportje deze een keer doen. Ja, en dan helemaal proberen om met je rechter elleboog je linker aan te raken. Dan zo, tik. Helemaal naar boven te komen. Ik voel me nou echt een heel erg mietje. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Houd je voetjes omhoog, hè, Mitch? 1, hoger. 2, kan wel iets 3, hoger, hoor. 4, 5, 6. Ja, heel goed. Dan gooi je hem tegen de muur. 2. En dan iets harder gooien. Iets dichter bij de muur gaan liggen. 2, 3, 4. 5, 6. Hou die voeten hoog, hè? 1, 2, 3, 4. Ga je met je onderrug ga je erop liggen. Dan ga je naar boven toe. En als die makkelijker is, dan doe je hem helemaal boven je hoofd. En dit is allemaal voor de buikspieren. Heb je al een zwaardere bal nodig of is het... Ja, ik kan het wel aan. Alsjeblieft, ik hoop het voor je. 6, 7, 8, 9. Het gaat moeilijker. 10. Ben je heel erg bewust met je lijf bezig?
Ja, ik vind wel dat ik er, als ik er goed uitzie, dan voel ik me wel wel beter, ja. Dus een mooi kleurtje en een beetje gespierd, dat vind ik wel leuk, ja. Ja? Ja. Ben je idol? Dus, nou ja, ik ben niet super idol. Ik heb ook wel eens dagen erbij zitten dat ik ga trainen, dat ik mijn haar niet in de gel heb en dat ik vrij moe ben. Dat is dan meer een beetje uit luiheid. Maar als je een wedstrijd hebt, dan wedstrijd wil je er dan, wel ja, goed ja, dan wil ik wel goed uitzien, ja. Maar deze vorm van topsport, is dat gezond, denk je, voor je lijf? Nou ja, ik denk dat topsport is sowieso langdurig helemaal niet gezond. Ik denk of dat nou bullshit is of wat dan ook. Ik bedoel, het is gewoon heel veel trainen. En op een gegeven moment dan, het is altijd op dezelfde manier. Dus ik denk dat je op een gegeven moment de manier van groeien je lichaam ook niet helemaal goed doet. Het is gewoon de plezier en wat je ervoor krijgt voor het schieten. Dat heb ik er wel voor over, dat mijn lichaam misschien later, misschien niet helemaal super is. Het goed is, als je goed doet handboogschieten, dan doe je eigenlijk alles met je schouderspieren. Heel veel mensen denken dat het heel veel met de arm is. Maar als je het goed doet, is het allemaal schouder. Oké, dit is hoeveel kilo? Dit is, even kijken, 10 kilo om mee te beginnen. 10? Ja. Moet een eitje zijn, hè? Moet makkie zijn. Zie je hoe sterk ik ben? Nou ja, dit doen we meestal met de warming-up. Doe ik het zo goed of niet? Ja, perfect. En hoeveel moet het? Dit doe je achterhalingen. Van? Dit is gewoon achterhaling op en neer en dan doe ik een 3 setjes. Ja. Volgens mij was het echt veel te licht voor jou. Mm-hmm. Ik denk dat we nog wel wat bij kunnen gaan doen. En bij is hoeveel? Nou, ik denk 10 kilo. Dat moet toch wel te doen zijn? Tuurlijk. We gaan het merken. Oké. Wat is nou het belangrijkste dan? Is het fysiek of mentaal bij het schieten? Ik denk een combinatie van. Dus echt, fysiek moet je gewoon heel goed in orde zijn. Maar het is ook mentaal wie die dag gewoon het beste zich erbij kan houden. Het gewoon het beste kan focussen bij de wedstrijd. Ja. Niet laat afleiden. Nee, concentratie is natuurlijk ook wel echt een belangrijk punt. Ja, inderdaad. Nou. Ja, 8 keer. 8 keer weer? Oh ja, die is wel iets zwaar. Lukt het? 1. 2. 3. 4. 5. Hou maar recht, hè. 6. 7. 8. Jezus. Dat was al iets. Weet je dat je er heel raar uitziet zo op de kop? Ja, dat zal wel. Ja, dat is. Maar ja, ik doe nog één keer even deze. Ja, is goed. Doe maar. En dan, ja. Ik weet niet of ik nog meer kan, hoor. Wat erg dat ik dat nu al niet weet. Ja, maar je moet die grenzen kunnen verleggen. Oh ja. Niet altijd bij het makkelijk houden. 2. Goed coachen. 4. 5. 6. 7. 8. Ik denk dat het eventjes genoeg was voor nu. Oh ja. Ging het nog best. Dat is goed. Toch? Of, ik denk dat je hem even moet overpakken. Ja, is sowieso erg. Wacht, ik eventjes. Nou, ik weet niet. Lukt het? Oh ja. Oh, ja. Nee, gaat goed, gelukkig. Kijk maar rustig. Nou, ik denk dat ik op zich wel klaar voor ben nu. Ja, ja, ik verwacht het ook. Zie je hoe stabiel? Hoppakee. En zo makkelijk is het, Carrie. Echt? Ja. Nou ja, als je dan zo'n stoere schutter bent, dan heb je nog wel een appeltje met je te schillen. Durf je het aan, Willem Tell? Durf jij het aan? Hoe hard gaan die pijlen?
Die pijlen gaan ja, toch wel ruim door de 200 km per uur. En wat als zo'n pijl een persoon raakt? Ja, dat... Ik weet niet, is het ziekenhuis hier ver vandaan? Of, Hey, maar ik ben een stoere vrouw. En jij bent een stoere schutter. Ik weet dat je dit kan. Dus, spaar me. Succes! Papa, mama, ik hou van jullie. Au. Oh. Dit heb je gewoon expres gedaan, hè? Ja, je dacht toch zeker niet dat ik daar ging staan? Gewoon in mijn voorhoofd. Het is maar goed dat ik daar niet stond. Nou ja, er stond ook wel superveel wind, toch? Pittig windje. Zeg sorry. Kijk dan. En jij wil Olympisch kampioen worden? Ja, foutjes kunnen altijd gebeuren. Nou, volgens mij is de beurt aan mij, of niet? Ja, laten we jou maar eens goed gaan trainen. Dit is je uitrusting. Hier, ja? Hier moet je het mee gaan doen vandaag. Eerst hebben we eventjes de armbeschermer. Dus dat de draad, die wij de pees noemen, tegen je arm aankomt, dat je niet een grote blauwe plek krijgt. De borstbeschermer. Dan hebben we de pijlentas. En dan de pijltjes. Niet te vergeten. Waarom heb je pen erbij eigenlijk? Wij moeten op de wedstrijden moeten wij gewoon zelf scoren. Dus moeten we zelf de punten opschrijven. Echt waar? Ja, dat is niet zo'n luxe. Nee. Als je uiteindelijk het heel goed je best doet en heel ver komt in de finale, dan wordt er wel voor je geschreven. Maar gewoon in de kwalificatie moet je het zelf allemaal doen. En dit is eigenlijk waar het allemaal om draait, de boog. Dus die hou je hier met je linkerhand vast en je rechterhand. En waar kijk je doorheen, Houden? Dit is, hier heb je het vizier, ja? Daar kijk je doorheen. Oké, okay, dus ik kan zo... dat is nog best wel ver van je vandaan eigenlijk. Ja. En dat ene kleine stipje wat in het vizier zit, daar moet je aanhouden, ja, voor... Voor de 10 of voor het geel in dit geval. Je 3 vingers eromheen houden. Ja. En dan ga je eigenlijk ga je hem uittrekken onder je kin. Hier onder, tegen je neus aan, de pees tegen de neus. Nee, deze hieronder, de hand helemaal eronder. Ja, en nu richten. En die mondje even wat lager. Ja. Goh, gelijk. Ja, dat is... Dat is best goed, of niet? Ja, die was best goed, ja. Nou, dat natuurtalent. Ik geloof wat, hè, ja. Coach? Kijk, misschien ben ik dan gewoon niet zo goed in de krachttraining, maar... Ja, het... Het is een kwestie van mikken. Ja, hè? Zo. Ja. Dat... Ja, goed gedaan. Ja, dank. Gewoon nog een keer hetzelfde? Ja, precies hetzelfde. Ik zeg niks meer, het gaat goed. Oh. Probeer het eens goed erop te houden. Ja. Steeds 9 punten. Minder, hè? Ja, maar het is nog steeds goed. Oh, het gaat wel steeds minder, hè? Ik denk dat het begin als geluk was. Ah, niet waar. Goed richten, precies hetzelfde puntje. 9 punten. 9 steeds. Punten. Nog niet zo in de roos, maar wel 9 punten. Ik denk dat we wat verder naar achteren kunnen. Wat voor afstand staan we nu, denk je? Dit zou een meter of 12, 13 zijn. En jij schoot net buiten op? Dat was 70 meter, dat was de Olympische afstand. Ah, nou dan heb ik nog heel eventjes te gaan. En dan de neus tegen de pees aan. Ja, goed zo, perfect. Godzijdorie zeg. En maar Mitch, hoe focus jij je nou dan voor een wedstrijd? Ja, het is niet dat we echt een speciale focus hebben, maar het is wel gewoon dat je even van tevoren eventjes ontspant en wat je even nagaat wat je doel is voor een bepaalde wedstrijd. Het is niet zo dat ik naar een wedstrijd ga en van, oh, ik zie wel wat het wordt. Het is wel dat ik van tevoren altijd wel een doel stel van, ik wil minimaal die plek behalen of minimaal die score schieten. Weet je, je moet natuurlijk ontzettend rustig zijn in je hoofd ook, wil je je focussen op dat bord. Ja, het is wel echt, ik denk als je leven één grote stress
zooi is, dat het best wel lastig is om echt goed te kunnen focussen. Maar het is ook wel voor sommige mensen dat het juist een ontspanning is om te schieten. Dat ze eventjes alles kunnen vergeten. Ja. Dus dat is echt persoonlijk. Maar net zat je allemaal wat hoog. Je moet proberen echt goed op het geel te focussen, dat je goed op het geel richt. Ik beweeg hem aan het einde nog, ja, volgens mij. Ja, dat zag ik, ja. Nou, daar gaan we weer. Deze was wel oké, hè? Ja, die was goed. Ja. Eentje van de vijf, dat is op zich niet zo'n hele goede score natuurlijk. Nee, dat... Of raak jij in principe altijd wel gewoon de kleuren? De kaart wordt wel geraakt. Als ik de kaart niet raak, dan... Is het heel ernstig? Ja, dan is het heel ernstig. Dan moet je over het algemeen zitten we wel, zeg maar, op 70 meter zit je wel gewoon binnen het rood. Dat is echt... En echt op de wedstrijden moet je wel binnen het geel kunnen schieten. Want anders dan hoor je dat niet thuis op de wedstrijden. Want elke kleur staat voor een aantal punten? Ja, klopt. Dus deze middelste twee rondjes zijn 10 punten. 9, 8, 7, 6. Oké. Ja. En wat is dan een... hoe vaak moet je schieten in een wedstrijd? Op een wedstrijd van op 70 meter heb je eerst een kwalificatieronde en dan schiet je 72 pijlen op. Jeetje. Ja. Dan moet je op een dag ook best wel wat schieten. Ja, dat zijn best wel wat pijlen. Ja, dat is best wel pittig. Het is niet zo makkelijk als veel mensen denken. Nee. En het is 1 tegen 1, hè? En zo schakel je elkaar uit? Ja, na de kwalificatie heb je een bepaalde ranking en dan schiet je 1 tegen 1. En dan gaat de winnaar door, totdat er twee overblijven en die staan in de finale. Oh, ik voelde wat er fout ging. Ja, ik zag het. Ja. Schrok je? Nou, nee, ik schrok niet, maar ik zag wel dat je hem echt helemaal naar voren liet gaan. Stom, hè? Maar goed, als je voelt wat je fout doet, dan kun je het verbeteren. Ja, inderdaad. Dat is al iets. Dus nu gaan we naar buiten. Ja. De kou weer in. Ja. Want buiten is waar je normaal wedstrijden doet, hè? Ja, klopt. Echt door weer en wind. Door weer en wind, ja. Tenzij dat het onweert, dan wordt het stilgelegd. Okay. Maar regen gaat gewoon door. Dus als het straks op de Olympische Spelen regent, dan hebben jullie gewoon wedstrijden? Ja, dan hebben we pech. Maar met wind, dat beïnvloedt natuurlijk ook de pijlen. Ja, dat wordt voor jou denk ik nog lastig dadelijk. Ah, fijn. En daarom moet ik mijn challenge doen. Nou, uitdaging. Ja. We gaan ervoor. Hoe ziet jouw Olympische droom eruit? Dat is goud op de Spelen. Ja? Ja. Die van Londen al? Nou ja, als het Londen niet is, dan Rio de Janeiro. Dan ben je wel zelfverzekerd. Nou ja, dat is, dromen mogen altijd, hoeven niet altijd waar te zijn, vind ik. Maar hoe realistisch is die droom? Nou ja, dat is... je kan overal naartoe werken. Door hard trainen is er heel veel mogelijk, vind ik. En ik denk als ik ooit mee ga doen aan de Spelen, dat het ook zeker mogelijk is om een medaille te halen. Het is gewoon wie die dag het beste presteert en het beste in zijn hoofd is. Want je doet natuurlijk nu al mee aan internationale wedstrijden. Dus waar sta jij dan, internationaal gezien? Ja, internationaal. Ik kan wel middenmoot kan ik aardig meedoen. Maar er zijn ook gewoon wedstrijden dat ik gewoon niet goed ben. Of dat ik gewoon niet goed genoeg ben. Maar er is ook een wedstrijd geweest dat ik gewoon alles op zijn plek viel. En dat ik dus gewoon een top 4 notering neerzet. Hm. Dat is gewoon goed. Zou je topsportcarrière geslaagd zijn als je geen Olympische medaille haalt? Hangt een beetje af van het verdere verloop van mijn carrière. Dat, EK's en WK's? Ja, precies. Ik denk als ik op de WK's gewoon heel, of EK's gewoon heel goed presteert en uiteindelijk toch geen Olympische medaille haal, dan denk ik dat ik toch een geslaagde carrière heb. Maar zover is het nog niet. Nog niet. Nee, zover is het nog lang niet. Eerst maar eens naar Londen toe. Ja. Dus kijken wat je daar kan doen. En wie weet inderdaad anders 4 jaar later. Wij... We hebben een klein gelukspoppetje voor je meegenomen. Okay. Oh, dat mochten er nog twijfels zijn of zorgen, dan spreek je dat uit. Leg je me onder je kussen. Ja, dat ga ik doen. En dan gaat het gewoon helemaal goed in Londen. Dankjewel. Oké, ik ga eerst die 70 proberen. Ja, jij wou graag 70 doen, dus ik ben benieuwd. Ik wil even zien hoe ver ik kom überhaupt. Ja. Even jouw afstand, de Olympische afstand. Ja. Het is toch cool dat ik dat een keer gedaan heb. Ja, als je het haalt wel, ja. Tuurlijk haal ik het. Tuurlijk haal ik het. Tuurlijk haal ik het. Oké, moet ik hem nu iets naar omhoog doen meer? Of dat maakt niet uit? Ja, doe maar iets omhoog. Ja. Anders dan stand hier... Maar wel op de geel nu al gericht. Ja. Mijn haar zit ervoor. Jezus, ik voel nu al... Dat was 50 meter.
50? Ja. Dat is niet eens zo slecht, toch? Nee, oké, maar het is ook verder vanaf. Dat is alles behalve goed. Ik denk dat we hem eventjes wat dichterbij halen, het doelpak. Ah, nu 30 al? 30 meter. Ja? Ja. 30? Waarom niet 50 dan? Wil jij voor de 50 gaan? Ik wil eerst 50. Wil je 50? Oké, dan gaan we. En dan gaan we, als ik dat niet haal, dan doen we een challenge bijstellen, ja? Ja, doen we. Oké. Okay. Oh. Ik heb niet eens de 50 gehaald. Nee, net voor de 50 meterlijn. Maar misschien kunnen we hier nog wel een klein beetje bijstellen. En dan gaat het goed komen. Ja? Ja. Oké. Okay. Nou, we gaan er weer voor. Pijl uit de grond. En op naar de volgende. Op naar de volgende. Haal jij dat bord even hier naartoe? De vlag wappert. Ja. De challenge is begonnen. Ja, houd het vlaggetje goed in de gaten, want het waait best wel... Het waait goed, hè? Ja, best wel hard. Ja. Ik ga voor die 50, hoor, eerst. Ja. Ik hoop het voor je. Ik hoop het ook. Oké, ik moet me even goed concentreren. Tussendoor. Ja, dat... Ik heb wel bescherming, maar hij is iets te ruim. Kijk, dat is wel een beetje geblesseerd. Ja, dat is, dat is niet alleen maar... Kusje erop. Nou, ik denk dat het kan lukken, man. Hoe ver ben ik nou, verdorie? Hij zat net voor de 50 meter. Ik raak wel een beetje gefrustreerd. Gewoon als het dan niet allemaal lukt, dan is het eigenlijk ook gewoon niet zo leuk meer. Ja, dat. En daarom moet je elke keer op je best doen. Dat het toch elke keer goed gaat. Ja. Kijk. Het scheelt niet veel, hè? Het scheelt niet veel, maar ik denk niet dat het erin zit vandaag. 50 niet? Denk ik niet. Nee. Oké, wat wordt de challenge dan? 30 meter. Is dat een. Maar dat is dan ook al wel knap, toch? Dat is nog steeds goed voor je begin, eerste hè? Keer. Oké. Okay. Ja. Okay. Je hebt niet nog een laatste tip? Ja, goed concentreren. Gewoon precies gewoon focus op het geel. Sta ik precies hetzelfde. Ja, is dat super. Je hoofd recht houden. En vooral de draad tegen je neus aan. Een beetje hoger. Zo? Ja, goed zo. Oh, ik raak hem wel maar verkeerd. Maar hij zat in ieder geval op de hoogte, zat hij heel goed. Nog twee. Ja, hij zat op de goede hoogte. Een klein beetje aan het vizier gedraaid en hij zou er niet op moeten komen. De booghoek, ja. Goed richten en goed naar achteren lossen. Ja, die zit er net, dat ze net zijn net geen punten. Dus ik bijna een klein beetje het vizier verzet. Oh, coach, dit moet hem worden, de derde pijl. Het gaat helemaal goed komen. Ik wil het. Gewoon hetzelfde als wat je net deed, zit hij er zeker in. Wat was dat? Heb ik niks geraakt? Dat een klein beetje overheen. Wat een rotsport! Laat het maar aan mij over. ik vind het nog wel leuk, dus. Ik had echt gedacht dat dit makkelijker zou zijn. Ja, maar daar ging het verkeerd. Je dacht dat het makkelijker was, maar dat denkt iedereen. Ja? Het is ook makkelijk op 5 meter, maar niet op 30 meter. Oh, jongens, ik had echt ingeschat dat ik andere sporten niet zou halen, maar dit, ik denk dat moet toch gewoon kunnen? Oh, ik vind het echt verschrikkelijk. Nou, zullen we dan maar weer naar bed? Ja, goed idee.
Geef niets, Carrie, dat je de challenge niet hebt gehaald. Try the best hard. 30 meter was best ver. En ik heb de appel ook niet gehaald. Slaap lekker. Oh, sorry, ik dacht dat... Nee, ik dacht dat dit stuk van was. Ik ook, dacht ik ook. Je creëert wel een schild, ja. Maar dat neemt niet weg dat je altijd casus hebt. Hè? Dus jonge mensen, hoeft trouwens niet eens jonge mensen, ook oudere mensen die je raken op een bepaalde manier. Ja, dat neem je wel mee. Ja. En dat is er dus nog steeds? Dat gaat nooit weg. Nee, dat gaat nooit weg. Je zou een slechte dokter zijn als dat niet zou blijven. Ja. Ja. Het zal denk ik voor het best gek zijn als u terugziet wat we allemaal aan het doen zijn met u. Terwijl ik gewoon met u aan het kletsen ben. Ja. Dus dat ziet er wel gek uit.